Laten we zo daarmee afronden. Het dossier Daniels blijft in de belangstelling staan. U hebt daar al duidelijk positie in genomen. Maar nu, precies vandaag, komt Daniels met tot inkeer, bij wijze van spreken. En heeft hij een tweetal of drietal interviews gegeven. Waarin hij zegt dat hij een fout begaan heeft. En hij had op zijn minst moeten Van Heluwe tot ontslag dwingen. Na het eerste gesprek met de familieleden van het slachtoffer. En hij zegt, ik neem die verantwoordelijkheid op mij. Wel, tot ontslag dwingen is geen correcte formulering. Omdat hij kon Van Heluwe niet tot ontslag dwingen. Hij heeft, ten eerste zijn gepensioneerd, maar zelfs als aartsbisschop kan hij een bisschop niet tot ontslag dwingen. Hij kon dus wel zeggen, kijk, deze feiten zijn zeer erg, ik vind dat je ontslag zou moeten nemen. Hij had hem tot ontslag kunnen aanzetten. Maar de beslissing ligt bij Van Heluwe zelf of bij de paus. Dus hij zelf kon hem daar niet toe dwingen, maar hij had hem wel moreel onder druk kunnen zetten om te zeggen, kijk, goed, je moet ontslag nemen en als je geen ontslag neemt, dan zal het bekendgemaakt worden. Dan ga je sowieso ontslag moeten nemen. Dus dat had hij zeker moeten doen en ik heb nogal scherp gereageerd. Eerst in een radio-uitzending en dan omdat ik gewezen heb op het feit dat er in het evangelie van Matthäus staat dat wie erfenis geeft aan kinderen, dat het beter is dat die met een molensteel aan de hals in het diepste van de zee verdronken wordt. Dat zegt Jezus dus over iemand die dus zich vergrijpt aan kinderen. Dus en nu de leuze, de wapenspreuk van Heluwe, dat is, richt uw ogen op Jezus. Dus hij heeft toch al, als hij Jezus had moeten bekijken, die zegt een molensteel aan de hals, dan zou hij het wel begrepen hebben, maar hij heeft niet voldoende zijn ogen op Jezus gericht blijkbaar. Nu wat er ook van zij, de handeling van Heluwe, zoals ze zich voorgedaan gedurende 13 jaar, te beginnen met een kind van 5 jaar en dan altijd maar verder en verder, met een dubbele gezagsrelatie, enerzijds als oom, anderzijds als priester en dan bisschop, dit is een schandelijke misdaad. Vooral, het is een misdaad die 13 jaar lang ononderbroken heeft voortgeduurd. Dat is dus niet een misstap. Je kunt eens een misstap begaan, maar 13 jaar lang, dus hetzelfde misdrijf, misbruik van een minderjarige die volledig in je macht is, dit is dat is een beetje genre prikloppiel, hè? Dus de man die daar dat meisje eigenlijk gevangen gehouden heeft. Dit is een psychische gevangenneming, hè? Van 5 jaar. Dus dat kind, moet je voorstellen, in West-Vlaanderen zijn wij allemaal opgevoed met een zeker schaamtegevoel. Maar als er dan een oom, die dan nog een priester is met zijn gezag, die zal het wel beter weten. Hè? Dus, en dan langzamerhand krijgt die jongen dus fysiologisch zijn eerste seksuele reacties. Hij zal dus ook wel erecties gehad hebben. En dan heeft hij daar een zeker genoegen in. Dan voelt hij zichzelf schuldig. Ik doe eraan mee, want ik heb er plezier in en zo. Achteraf nog meer schuld enzovoort. En dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk hoe een mens daardoor verstoord wordt. Nu, het is zeer goed dat Daniels nu bekend dat hij zich vergist heeft. Maar zoals ik het nu gelezen heb in het laatste nieuws van morgen, lijkt het mij nog een beetje te veel in de richting te gaan, ik ben naïef geweest. Je zegt wel, ik ben fout geweest, ik heb mijn verstand niet gevolgd, maar mijn gevoel heeft ook zijn gevoel niet gevolgd. Hij heeft zijn gevoel gevolgd voor Van Heluwe, maar hij heeft niet zijn gevoel gevolgd voor het slachtoffer. Zijn eerste gevoel had moeten zijn voor het slachtoffer. En dat is dus fout, niet alleen verstandelijk, maar ook op het vlak van het gevoel. Ten tweede had hij moeten inzien onmiddellijk, want hij wist toch al enkele dagen, staat uitdrukkelijk nu geschreven, hij wist het van begin april van dat misdrijf, het is pas 8 april dat dat gesprek plaatsgevonden heeft. Hij had dus al de tijd gehad om deskundigen te vragen, professor Adriaansens, om medepriesters, medebisschoppen te vragen, in alle vertrouwen, dat is heel goed mogelijk, onder biechtgeheim of onder het geheim van de arts enzovoort. Je had dat allemaal kunnen doen om beter, met beter inzicht daar naartoe te gaan. Blijkbaar heeft hij dat niet gedaan, hij heeft er ook blijkbaar niet erg over nagedacht, maar ik vind
dat iemand die zulke vreselijke dingen gedaan heeft, dat die dan jaren aan een stuk onschuldige jongens en meisjes van 11, 12 jaar gevormd heeft met zijn, laten we zeggen, met zijn smerige handen. Hè? Ja, dat is niet onmiddellijk gevoeld heeft, dit kan dus niet. Dat moet onmiddellijk stoppen. Dat had hij onmiddellijk. En nu beseft hij dat hij dat onmiddellijk had moeten doen. Maar het is geen naïviteit, het is ook een gebrek aan moreel aanvoelen, vind ik. En er is één punt waar hij niet over in het reinen is. Dat is het punt dat de Villet en Béthune, die zijn bij hem geweest jaren geleden met incestslachtoffers. En die twee groepen, die mensen van die twee groepen zeggen dat hij niet adequaat gevoelig reageerde toen. En ook niet adequaat maatregelen nam. Dus ik vind dat hij daar ook zijn spijt over zou moeten betuigen. Want dat is toch al enkele jaren geleden. En dat geeft een bepaalde houding. Een houding van het feit dat hij de kerk en de belangen van de kerk toch altijd stelde boven de belangen van die mensen, van die sukkelaars. Hij heeft dus toen ook onvoldoende naar hen geluisterd. En dat is geen naïviteit. Dat is een schema dat we terugvinden bij al die kerkvorsten. Die altijd proberen eerst en vooral de kerk te beveiligen en zo weinig mogelijk rekening houden met het slachtoffer. Of zo weinig mogelijk pogingen doen om zich in het slachtoffer in te voelen. En daar zou hij nog iets meer, iets verder moeten gaan. Niet zozeer naïviteit, maar een gebrek aan echt duidelijk ethisch inzicht. Waar iedereen die wat vertrouwd is met de werking van de katholieke colleges, met de katholieke jeugdverenigingen,